Het is 1 uur. Dit is het journaal met Hanne de Kouteren. Heel goedemiddag, welkom. Hou de scholen na de kerstvakantie langer dicht. Dat zal de enige manier zijn om het stijgend aantal coronabesmettingen tegen te gaan. Dat zegt de immunoloog Hans-Willem Snoek. Want net bij kinderen onder de 10 jaar lijkt het aantal besmettingen fors toe te nemen. Bovendien zorgt elke schooldag ook voor een enorme mobiliteit van meer dan 2 miljoen mensen in ons land. Tot nog toe werd aangenomen dat vooral jonge kinderen geen echte motor van de coronabesmettingen zijn. Maar daar beginnen sommige experten nu aan te twijfelen. Ik denk dat we nu beginnen zien dat die kinderen een hulpmotor zijn van de pandemie of van de epidemie. Wat is een hulpmotor? Een hulpmotor is, als we de grote motoren stilleggen, dan beginnen we het effect van die motor te zien. En ik denk, als we niet al die motoren stilleggen, dat we toch naar een terug-exponentiële piek gaan kijken. En als we kijken naar de details van de cijfers nu, we zijn eigenlijk weer in het begin van een exponentiële curve aan het gaan. En we gaan tegen volgende week of binnen 2 weken weer verrast zijn door hoe snel het gaat stijgen. En elke schooldag brengt meer dan 2 miljoen mensen op de been die met elkaar in contact komen. De enige manier om een derde golf te vermijden is de kerstvakantie te verlengen. Scholen open doen stuurt mensen naar de weg. Scholen sluiten houdt mensen tegen, houdt mensen thuis. Dus we hebben een ongelooflijke vermindering in mobiliteit. Onderwijsexpert bij de OESO Dirk van Damme was lang voorstander om kinderen zo lang mogelijk naar school te laten gaan. Maar hij komt daar nu op terug en geeft immunoloog Snoek gelijk. Lang geaarzeld en ik vind het verschrikkelijk, maar ik vrees dat hij gelijk heeft. Zonder de scholen te sluiten, sukkelen we in de derde golf nog voor de tweede voorbij is. Maar onderwijsminister Ben Weitz is in constant overleg met de virologen en relativeert. Ja, er zijn besmettingen in scholen. Scholen zijn geen eilanden in de samenleving. Maar we communiceren er altijd open en eerlijk over. En uit die cijfers blijkt dat relatief gezien het aantal besmettingen binnen de schoolmuren beter is dan buiten de schoolmuren. En dus, we blijven waakzaam. We zijn altijd bereid om extra veiligheidsmaatregelen te nemen, maar net wel om die school open te houden. Dus, voor alle duidelijkheid, de kerstvakantie eindigt op 4 januari. We gaan naar Bart Kortosia. Bart, minister van Onderwijs, Ben Weitz relativeert. Maar zowel professor Snoek als Dirk van Damme zijn twee gerenommeerde stemmen in het debat. Ja, wat moeten we hier nu uit besluiten? Wel, laat ons misschien kijken wat ze gemeenschappelijk hebben. Dat is bezorgdheid. Dat is wat iedereen wel aan de dag legt. Maar dan is het natuurlijk een kwestie van, ja, waar ga je die balans zoeken, waar ga je die vinden? Als je enerzijds puur op het gezondheidsbeleid zou kijken, ja, dan moet je iedereen onder een glazen stolp zetten en dan stopt het virus. Maar zo werkt de samenleving natuurlijk niet. En dan aan de andere kant moet je kijken, wat is praktisch haalbaar? Hoe kan je ook rekening houden met die leerachterstand? Hoe kan je daarover waken dat die niet te fel achteruit gaat? En dan komen inderdaad bij dat onderwijs terecht. En dan is de vraag van, hebben die kinderen, die kinderen onder de 10 jaar, die schoolkinderen, een grotere motor in de epidemie dan we tot nog toe gedacht hebben? Ik vraag dat even aan Mark van Ranst, viroloog. Hebben we die rol van de kinderen onderschat? Ik denk het niet. Deze discussie die woedt in alle landen en is het overal wel een beetje gepolariseerd, ook ondertussen. We zien dat kinderen wel degelijk deelnemen aan deze epidemie. Wanneer in de samenleving het aantal mensen met het virus verhoogt, dan zie je dat ook in de scholen. Het omgekeerde zou verbazingwekkend zijn. Maar ook leerkrachten zijn op de baan, natuurlijk ook ouders. Leerkrachten, absoluut. Ja. Maar de echte motor, zoals we bijvoorbeeld dat bij influenza wel degelijk zien en daar zeker van zijn, dat is hier wel minder duidelijk. Dus scholen langer dicht houden na de kerstvakantie, daar bent u ook geen voorstander van? Wel, in de herfstvakantie dan was ik er voorstander van om van 1 week naar ongeveer 2 weken te gaan. En hier, de kerstvakantie is natuurlijk al 2 weken. En dan zullen we wel zien in welke richting het evolueert. Je mag nooit iets uitsluiten, maar op dit moment is dat niet gepland. Nee, inderdaad, wat die evolutie betreft zitten we met stijgende cijfers. Ik kom dadelijk nog even terug bij Mark van Ranst. Maar Hanne, ja, een nieuwe tendens lijkt echt wel ingezet, hè? Ja, inderdaad. Laten we die cijfers er meteen bij halen. Want voor de 4e dag op rij stijgt het aantal besmettingen in ons land. Gemiddeld kwamen er vorige week dagelijks 2.368 bevestigde besmettingen bij. Een stijging is dat met 9% tegenover de week ervoor. Het aantal ziekenhuisopnames daalt voorlopig nog wel. Er zijn nu gemiddeld 183 ziekenhuisopnames per dag, een daling met 2%. In de Belgische ziekenhuizen worden nu 2.712 coronapatiënten verzorgd.
571 van hen liggen op de afdeling intensieve zorg. Dagelijks sterven er jammer genoeg 93 mensen en dat is dan een daling met 7%. Ja, Bart, ondanks de maatregelen zien we, blijven die besmettingscijfers stijgen. Dat roept toch ook vragen op? Ja, en het overlegcomité met experts en de overheid komt morgen opnieuw samen. Hogere besmettingscijfers, ja, dat lijkt dan in één lijn te liggen met strengere maatregelen. Gaan we daar naartoe? Op dit moment zien we een beetje een gemengd beeld. Wanneer we ons vergelijken met andere landen in Europa, dan komen we er op dit moment nog goed van af. Maar we zien wel een stijging die zich gestaag wel aan het doorzetten is. Van versoepelingen, daar is iedereen over akkoord, daar zal geen sprake van zijn. En over eventuele verstrengingen onmiddellijk, of verstrengingen in de wat verdere toekomst, in die vakantieperiode, daar gaat over gepraat worden. Een kwestie is van ons nu aan de maatregelen te houden die voorliggen. Wel, dat is het meest belangrijke en langs de twee kanten. Ja, we moeten ons aan die maatregelen houden en waar het kan, moet dat ook gehandhaafd worden op een menselijke manier. Ja, je zou kunnen zeggen, voelt niet iedereen een beetje met de ellebogen aan? Het gaat echt naar een derde golf gaan? Het is nog een beetje te vroeg om dat te zeggen. Optimisme is een morele plicht en ik denk nog altijd dat wanneer iedereen zijn best doet, dat we dat dan kunnen vermijden. Dat is wel de bedoeling. Oké, dankjewel, professor Van Ranst. Optimisme, een morele plicht, dat is denk ik mooi om hier af te sluiten. Dat denk ik ook. Dankjewel, Bart Kortoos. Ja, vanaf 27 december, in de kerstvakantie dus, start in heel de Europese Unie de vaccinatie tegen COVID-19. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd. Of ook ons land op die dag zal kunnen beginnen vaccineren, dat is nog niet duidelijk. Vandaag is wel een belangrijke dag, want er wordt uitgetest hoe het transport van het vaccin vanuit de Pfizer-fabriek via ziekenhuizen naar de woonzorgcentra zal verlopen. In het Universitaire Ziekenhuis Saint-Luc hebben ze zogezegde vaccins diepgevroren ontvangen. Daar worden ze nu langzaamaan ontdooid en in aparte dosissen verdeeld voor ze naar de woonzorgcentra vertrekken. On a déjà pu identifier l'ensemble des critères requis. Ceux qui étaient conformes, ils sont déjà plus à 90% conformes par rapport à ce qui était requis et quelques points d'attention à améliorer avant la réalisation de la campagne de vaccination. Donc pour l'instant, tout a l'air vraiment sous contrôle. Het jaar 2020 is nu al het warmste jaar in ons land sinds het begin van de waarnemingen, dat zegt het KMI. Dit jaar zijn er heel wat extreme temperaturen gemeten. Er waren bijvoorbeeld veel hete zomerdagen, zoals in augustus, met maxima tot bijna 36 graden. Maar er waren ook milde winterdagen. Wel, op deze lentedag in december heeft het KMI aangekondigd dat de gemiddelde temperatuur dit jaar zo'n 12,1 graden bedraagt. Dat is bij uitstek het warmste jaar ooit sinds het begin van de waarnemingen in 1833. En het valt op dat in de top 10 allemaal jaren staan van de 21ste eeuw. Dat is natuurlijk geen uitzondering, dat is de klimaatopwarming. Iets anders dan. Veel ouderen voelen zich gedwongen om over te stappen op digitaal bankieren. Dat blijkt uit een enquête van de christelijke seniorenbeweging OKRA. En daar valt zelfs het woord digidwang tegen de zin van de ouderen dus. Klassiek bankieren wordt duurder, banken en geldautomaten verdwijnen. En als ze er dan nog zijn, dan vind je amper nog loketbedienden om je te helpen. Omwille van corona treffen we ook Ralit Johan in zijn tuin in Bonheide. Daar zit hij digitaal te bankieren met iPad. Deze senior beheerst het, maar veel hoogbejaarden of laagopgeleiden niet. Die mensen die kunnen dat niet meer volgen. Die kunnen dat niet meer volgen. Je staat daarbij, je zegt zo en zo en zo. En een minuut later weten ze het niet meer. En toch moeten ze het klassiek bankieren noodgedwongen verlaten. Ik vind dat een recht. Je wordt nu voor een voldongen feit geplaatst door uw bank en het is gewoon trekt uw plan. Digidwang noemen ze dat bij OKRA. Onder meer doordat klassieke bankverrichtingen gewoon veel duurder zijn dan digitale. Dat is niet eerlijk. Wij pleiten er inderdaad voor om die kosten evenredig te verdelen over de mensen die offline of online gaan bankieren. Op die manier is het eigenlijk eerlijker voor iedereen, want uiteindelijk zijn die mensen ook klanten zoals een ander. Langsgaan bij de loketbediende wordt ook moeilijk, als er nog een bank is. In Bonheide sluiten er 3, zelfs geldautomaten verdwijnen. Dat kunt niet meer, hè. Er is geen loket meer, de bank is gesloten, het is gedaan. Je kunt natuurlijk wel nog met de bus
Ja, met de bus naar Mechelen. En in Mechelen een bus nemen naar Katelijne Waver. Blijkbaar iets mis, maar we gaan voort met dit journaal. Want Vlaanderen, ja, Vlaanderen mag wel degelijk onverdoofd slachten verbieden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Enkele Joodse en islamitische organisaties waren tegen het verbod naar de rechter gestapt. Onverdoofd slachten is voor hen een religieuze traditie die volgens hen tot de godsdienstvrijheid behoort. Maar omwille van dierenwelzijn mag zo'n verbod worden opgelegd. Dat bevestigt het Hof nu. De verdoving moet wel omkeerbaar zijn en het mag ook niet tot de dood van het dier leiden. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits reageert tevreden. Dit is een historische dag voor dierenwelzijn, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Europa. Want dat Vlaams verbod op onverdoofd slachten kan dus worden uitgebreid in heel Europa. Vlaanderen neemt het voortouw in zaken dierenwelzijn binnen Europa en ik denk dat we daar heel fier op mogen zijn. Straks hebben we nog een film, The Singing Club. Een film over solidariteit in moeilijke tijden. Maar eerst naar de Verenigde Staten, waar heel wat regio's aan de oostkust te kampen hebben met een zware sneeuwstorm. Ja, op sommige plaatsen zal er tot 60 centimeter sneeuw vallen. En volgens de voorspellingen zal de storm ook over 14 staten woeden. Maar vooral New York en Pennsylvania krijgen het hard te verduren. In die laatste staat komt er misschien zelfs een record sneeuwval. Zicht bijna zero voor wie door de sneeuwstorm rijdt. Met als gevolg chaos op de wegen, zoals hier in de omgeving van New York. De autoriteiten zetten dan ook de grote middelen in om de gevolgen van de sneeuwval voor het verkeer te beperken. We have over 2000 plowed vehicles ready to be deployed when the snow is plowable and 700 of those are salt spreaders that about an hour ago began pre-salting many roadways. In het centrum van New York bij Times Square begonnen zich vannacht al een bescheiden laagje sneeuw te vormen. Een iets wat dikkere laag ligt er in Pennsylvania. Hier verwachten ze dat een 60 jaar oud record van sneeuwval zal worden gebroken. Om terug te komen op het verkeer. De sneeuw zorgt natuurlijk ook voor veel ongelukken. Tot nu toe bleven de gevolgen grotendeels beperkt tot materiële schade. En dit is wat men noemt een geluk bij een ongeluk. Iemand van de hulpdiensten kan op het nippertje wegspringen voor een slippende terreinwagen. De Russische president Poetin ontkent dat Rusland iets te maken heeft met de vergiftiging van oppositieleider Navalny. Volgens Poetin wordt Navalny gesteund door de Amerikaanse inlichtingendiensten. Dat heeft hij gezegd op zijn jaarlijkse persconferentie. Navalny zelf herstelt momenteel in Duitsland na zijn vergiftiging in augustus. En Poetin reageert zo voor het eerst op een recent onderzoek van onder meer enkele westerse media waarin de Russische veiligheidsdienst FSB wordt aangeduid als schuldige voor de vergiftiging. Het is geen расследование. Het is legalisatie van materialen van de Amerikaanse spetsdiensten. Вот этот пациент Берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Так, жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. De Franse president Emmanuel Macron en zijn premier Jean Castex hebben positief getest op COVID-19. Macron, 42 intussen, moest een test ondergaan omdat hij symptomen van de ziekte vertoonde. De Franse president zal zich nu de komende 7 dagen isoleren. Ook verschillende Europese topfunctionarissen die Macron onlangs ontmoet heeft, gaan in quarantaine. Zoals onder meer Europees president Charles Michel en ook onze eigen premier Alexander De Croo. Volgens het Élysée blijft Macron wel werken van op afstand. De Chinese maansonde Chang'e, die eerder deze maand stalen van het maanoppervlak heeft verzameld, is veilig teruggekeerd naar de aarde. Het ruimtetuig landde in de steppen in het noorden van Mongolië. Het is de eerste keer in meer dan 40 jaar dat er nog eens maanstalen voor onderzoek naar de aarde worden teruggebracht. En in het noorden van Syrië zijn verschillende vluchtelingenkampen getroffen door stormweer. Heel wat tenten, dat ziet u, liepen schade op. Voorlopig zijn er geen slachtoffers, maar er is wel een tekort aan noodhulp in de hele regio. Vandaag is het precies 10 jaar geleden dat de zogenoemde Arabische Lente begon. Een golf van opstanden in de Arabische wereld.
Maandenlang werd er geprotesteerd in onder meer Tunesië, Egypte, Libië en Syrië tegen de armoede, onderdrukking en ook tegen corrupte dictators. 10 jaar later blikken we in het journaal terug. Hoe is het leven vandaag in deze landen en wat blijft er over van de revolutie? Wel, Rudy Franks trok naar de plek waar het allemaal begon. Sidi Bouzid in Tunesië. 2010 stak een arme straatverkoper zichzelf daar uit protest in brand. De opstand die volgde leidde tot het vertrek van dictator Ben Ali. Mohamed Bouazizi, de held van de Tunesische revolutie, lijkt wat vergeten. Zelfs zijn neef Ali moet even zoeken voor hij het graf terugvindt. Na de dood van Mohamed riep Ali zijn vrienden en familie samen en trok de straat op. Ali filmt de protesten en deelt ze via Facebook. Zijn filmpjes gaan viraal. Ze steken het vuur aan de lont. People say that the revolution has failed. It's worse now. You have immigration, you have poverty, you have terrorism. So the revolution was for nothing. Maar veel Tunesiërs zijn het beu om te wachten tot het tij keert. Zoals Hosni Kalaya, die zichzelf, net als Bouazizi, in brand stak 10 jaar geleden. Maar hij overleefde. Hosni woont in Kasserine, waar het protest tegen dictator Ben Ali erg hevig was tijdens de revolutie. Nog altijd is er een hoge werkloosheid. De helft van de jongeren hier vindt geen job. Do they feel that their life is better now in Kasserine? Do you feel sorry that you did this? Ja, meer over 10 jaar Arabische lente vindt u op onze website 14nieuws.be. En dan zijn we bij de sport. Ja. Dag Maarten. Ja, heel veel voetbal. Het lijkt wel elke avond voetbal. Ja, dat is zo met dat midweek voetbal en met die 18e speeldag. En het meest opvallende resultaat gisteravond was het verlies van Antwerp. Thuis met 0-1 van Zulte Waregem. Alweer een nederlaag voor Antwerp in de competitie. De derde al op rij. In de stand verliest Antwerp zowat voeling met die felbegeerde top 4 die straks een mini-playoff afwerkt. Hun hoofdschuddende Dieu merci en Bocani. Trainer Ivan Leko trekt teleurgesteld naar binnen. Dit is een ploeg met zorgen. It's a really, really bad feeling. This is actually in these 4 or 5 months we could feel how football can be nice and how football can be depressive. Yeah. When you enter in my dressing room now and also in the with staff, when you see these 25-30 people, persons, it's difficult. Toch begint het goed voor het team van Ivan Leko, maar Antwerp scoort niet. Miyoshi krijgt de bal niet in doel. Aan de overkant lukt het wel. De Schacht brengt de bal voor, Vossen kop terug en Bruno scoort. Gianni Bruno is de man in vorm bij Zulte Waregem. Hij zit al aan 7 goals dit seizoen. Een stevig antwoord van Antwerp komt er niet. Stevig is wel deze botsing tussen de ploegmaats De Laat en Batubinsika. De Laat probeert het nog, maar kan uiteindelijk niet voortspelen. Zulte Waregem komt nog het dichtst bij een goal, maar doelman Buté brengt redding. Het blijft 0-1. Antwerp zit in een serieuze dip. Everything is going really difficult for us right now. I think since we started the season, everything was great. And since beginning of December, everything go against us. You see, every position on the field, we are missing 1 or 2 steps.
Ja, en terwijl Antwerp verder wegzakt in de stand, maakt AA Gent de omgekeerde beweging. Gent won voor het eerst dit seizoen 2 wedstrijden op rij in de competitie. Het versloeg ploegen in vorm, Waasland-Beveren, met 3-0. En de Gentse trein die lijkt zo eindelijk vertrokken onder de nieuwe trainer, Hein van Haasbroek. Het is uiteindelijk positief. We hebben 3 punten, we hebben 3 goals gemaakt, we hebben er geen tegen. Maar het had ook helemaal anders kunnen zijn. 1 adres voor een juiste analyse, Hein van Haasbroek. De coach van Gent verwijst onder meer naar deze prachtige trap van Heijmans. Want gaat die bal binnen, dan kan een wedstrijd de andere richting uitgaan. En zoals zo vaak valt de goal dan aan de overkant. Na een bijzonder fraaie aanval toch wel, brengt Castro Montes AA Gent op voorsprong 1-0. Mijn enigste element waar ik niet tevreden is, is de slappe start in de tweede helft. Want kijk maar, dit had de gelijkmaker voor Waasland-Beveren moeten zijn. Wuitens beseft wat hij heeft laten liggen. Even daarna dan, op de counter gaan de 2 snelle jongens van Gent ervandoor. Jaremchuk met de 2-0. Kansen moet je benutten, zo simpel is dat. Op papier, niet in de praktijk. Heijmans mist onbegrijpelijk. Ik ga niet te veel spreken over die 0, want daar zijn we wel een beetje door het oog van de naald gekropen. Finaal bekroont Boukari een sterke persoonlijke match met een doelpunt 3-0. Gent wint dus voor de 2e keer op een rij, maar dat is geen reden tot euforie. Je kent mij, ik ben iemand die ook die wil perfectie zien en die wil en dan praat ik ook over de dingen die wat minder waren. Hein wil perfectie. Door die overwinning klimt Gent van de 12e naar de 10e plaats. Waasland-Beveren zakt 1 plaatsje. Het ziet Zulte-Waregem over zich springen. Antwerpen blijft 7e. Het verschil met die felbegeerde top 4 bedraagt nu 4 punten. Tranen bij Dries Mertens gisteravond. De Rode Duivel viel al vroeg geblesseerd uit in de Italiaanse competitie tegen Inter Milaan. Hoe ernstig de enkele blessure is, is nog niet duidelijk. Uiteindelijk won Inter met 1-0. Een goal van die andere Rode Duivel, van Romelu Lukaku, zijn 10e goal al van het seizoen. Een snikkende Dries Mertens, zo hebben we hem nog nooit gezien. Het gebeurt aan de achterlijn. De match is net geen kwartier aan de gang. Mertens valt aan de reclameborden en meteen is het duidelijk dat het niet goed gaat. Hij komt slecht neer en blesseert zich aan de linker enkel. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Hij krijgt verzorging en de tranen maken wel duidelijk dat hij meteen beseft dat dit een zware blessure kan zijn. Mertens verlaat het veld tussen 2 verzorgers en kan niet steunen op zijn linkervoet. Sportief stelt de match weinig voor. Inter krijgt een strafschop voor een fout op Darmian en Insigne krijgt rood voor protest. Romelu Lukaku speelt geen geweldige match, maar dit laat hij niet liggen. Helemaal op het einde komt Petagna nog het dichtst bij de gelijkmaker voor Napoli, maar hij strandt op de paal. Napoli verliest de match, maar verliest vooral ook Dries Mertens. Turnster Nina Derwaal, een van onze speerpunten voor Olympisch goud, heeft positief getest op het coronavirus. De sportvrouw van het jaar, die in dit coronajaar geen enkele wedstrijd turnde, liet zich testen nadat haar vriend, die bij KV Mechelen voetbalt, voor de 2e keer besmet was geraakt. Derwaal heeft geen symptomen. Al haar collega-turnsters van de Belgische ploeg worden nu ook getest. Wout van Aert moet meer trofeeën gaan afhalen dan dat hij kan trainen. Gisteren kreeg je ook de kristallen fietsen trofee van de krant Het Laatste Nieuws, die de beste renner van het jaar bekroont. Van Aert won dit seizoen onder meer Strade Bianche, Milaan-San Remo, 2 ritten in de Tour en werd op het WK 2 keer 2e in het tijdrijden en op de weg. Dat is natuurlijk niet de allergrootste verrassing voor mezelf. Je weet ongeveer wel in welke richting dat uit gaat gaan, maar... Ja, dat maakt het voor mij niet minder mooi. Dus ja, ik ben er even blij mee dan dat het een spannende strijd zou zijn. Ja, en als hij morgen sportman van het jaar wordt, dan zal dat ook niet de allergrootste verrassing zijn voor Van Aert. Nog een trofee erbij dan. Ja. Dank je wel, Maarten. En dan heb ik nog een film. De Singing Club, die het verhaal vertelt van een groep echtgenotes van militairen die een koor vormen. En omdat de bioscopen dicht zijn, wordt de film nu aangeboden op alle betalende online platformen. De Singing Club is een feel-good film en gaat heel toepasselijk over het belang van solidariteit in moeilijke tijden. When you can't sing the note, just sit down. Check out it. La 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 la. La 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 la.
Kristen Scott Thomas speelt Kate, een perfecte officiersvrouw die dol is op muziek. Ze slaagt erin om een groep vrouwen van wie de mannen in Afghanistan vechten te overtuigen om een militair vrouwenkoor te beginnen. Een moeilijke opdracht waarbij wel eens een valse noot klinkt. We weren't allowed to practice, and so every time we did practice, it was sort of filmed. So what you see is what actually went on. Als voorbereiding op hun rol verdiepten de actrices zich in het leven van echte vrouwen van militairen. Ze waren onder de indruk van hun kracht. They have all the normal problems that everyone has in their daily lives, but on top of this, you know, their partners are deployed in war-torn countries and they, you know, don't know if they're coming back or not, and they're trying to keep life as normal and as real as they can. Have you got a first aid kit there, Cox? What's the problem? I'm the designated first aider. No, honestly, it's fine. I just need some plasters, that's all. Yeah, well, I'll be the judge of that. There's nothing I didn't see in Iraq. It's for Dawn's nipples. She forgot to wear a bra and neck chafing. Hoewel het koor de vrouwen dichter bij elkaar brengt, zijn ze erg verschillend. En dat leidt soms tot spanningen, maar met de samenzang lijkt het alvast goed te komen. Ja, en daarmee zit dit journaal erop. Ik geef nog mee dat de collega's van Villa Politica er zijn. Om 3:15 is dat hier bijeen. En ik dank u voor het kijken en ik zie u heel graag vanavond terug. Tot ziens. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.